Als Andy en Melissa zijn uitgekust, is het tijd voor een persmomentje. Heel de vaderlandse showbizpers is uitgelopen om een glimp op te vangen van het sprookjeshuwelijk van het jaar. En zoals het hoort bij een glamour wedding, is het flink dringen geblazen. Dames en heren, mag ik u voorstellen aan Andy en Melissa van de meiden Show Valley. Ik had niet verwacht dat er zoveel pers aanwezig zou zijn. Nee, het was echt al ongelooflijk. Breed maar doorgaan, hè, met die foto's maken. Mensen achter? Ja. Jij moet allemaal even weg. Ja, dan komt het uit jouw schouders. Zusjes, hè? En die Melissa, kijk even neer, alsjeblieft. En die Melissa, deze. Even hier, alsjeblieft. Net om. Ik breed maar doorgaan. Ik denk van zo, wat zijn er wel een paar duizend. Even diep ademhalen, gaan we opnieuw. Dus ja, mooi. Ja, is mooi. Is gewoon, dan doe je toch iets goeds, denk ik. Ja, anders waren ze wel thuisgebleven. Kijk, jullie maar met z'n tweeën. Ik had er gauw genoeg van. Ik dacht van, nou ben ik klaar mee. Ik wil gewoon met iedereen even kletsen. Ik heb iedereen wel gezien, maar niet echt gesproken. Ik wil ineens haptaart kunnen eten. Ja, maar die begonnen weer te klagen van, ik hou het niet meer, weet je wel. Dus die was alweer aan het zeiken. Jammer voor Melissa, maar al die paparazzi en cameraploegen willen het pasgetrouwde stel natuurlijk ook wel even horen. Hartstikke gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je. Dank je, lief. En wat was voor jou het mooiste moment, Melissa? Dat we elkaar zagen ook, natuurlijk. We zijn nog niet zo ver, hè? We zijn net begonnen, dus... Als je nou na de bruiloft had gevraagd wat het mooiste moment was, of de volgende dag, dan hadden we misschien andere dingen. Maar... Ja. Ik kon niet wachten ook dat ik haar eindelijk mocht zien. Dus en dan zie je dit, het is geweldig. En als de pers eindelijk vertrokken is, mag Melissa nog één keer haar mooiste fotolach opzetten. Voor haar eigen trouwalbum. Ja, echt. Ik kon niet eens meer een leuke lach. Ik had alleen maar deze. Ik had echt die lach. Ik wou gewoon niet meer. Ik wou geen foto's meer. Het zijn al weken van foto's hier, foto's daar. Ik wou gewoon even lekker genieten van elkaar. En Melissa die is ook altijd wel een beetje aan het klagen dan en zo, weet je wel. Maar ik doe dat gewoon. Dat vind ik mooi. En dat vind ik voor later is dat ook heel mooi. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar voor Melissa is de grens nu echt bereikt. Ik ga even alles uitdoen. Komt die dan, hè? Klaar, ik kan niet meer. Even uit. Weet dat. Ik wil alles even eruit, alles. En Melissa zou Melissa niet zijn als ze ook niet direct de daad bij het woord voegt om zich lekker in haar oude vertrouwde joggingbroek te hijsen. Gewoon lekker even een relaxmomentje met mannenkinderen. Ik dacht, nou, kijk, nu trek ik mijn joggingbroek aan. Daar wil niemand op de foto. Ik ga even lekker met de kinderen gewoon afscheid nemen. Zonder dat iedereen helemaal geeft op de foto even dit. Dit is mijn poppenkind, hè? Dit is mijn poepenkind. Ben je mijn poppetje? Ja. Is dat poppa? Kijk, dit heb ik dan gemist, hè? Zo lekker knuffelen. We knuffelen de hele dag. En na een laatste knuffel gaan de kinderen mee met de oppas. Zodat Andy en Melissa even tot zichzelf kunnen komen. En elkaar. Melissa die had alweer vertrouwelijk haar eigen trainingspakje aan. Met t-shirt voor mij aan en... Lekker in de joggerbroek, ja. Dat is echt Melissa, hè? Dus ik voelde me ook gelijk weer thuis. Ik denk, oh. Oh, schatje. Vanavond gaan we lekker slapen. Ik ben helemaal kapot. Ik ook. Ik heb een redboeltje genomen. Ik ben ook al moe, hoor. Echt. Hoe voel je het? Ik vond het geweldig mooi. Mooi, hè? Maar wel echt veel energie trekken, hè? Ja, maar het is heel mooi, hoor. Als al die mensen bij je zijn, die je wilt dat die bij je zijn. Voor je dag, wat dacht je? Duur me zacht? Ja, ik vond het heel mooi. Mooi, hè? Ja, ik was heel emotioneel. Ik ook. Mooie bekroning, toch? Mooi, hè?